Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. De meest actieve bewolking ligt ten oosten van Nederland. Het is niet zo dat Nederland wolkeloos is, maar het is ook vaak wel rustig met opklaringen. We beginnen de dag hier en daar met wat nevel. In de loop van de ochtend lost dat op, dan schijnt de zon geregeld. Vooral in de kustgebieden valt een enkele bui, misschien ook in Overijssel. Vanmiddag in het binnenland op meer plaatsen, in een enkele bui, ontstaan wat dikkere stapelwolken. De zon schijnt ook van tijd tot tijd. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Vanavond nog een enkele bui, maar die buienactiviteit neemt wel af. En in de nacht, met name langs de kust, nog wel een bui. Vrij lage temperatuur en opnieuw kans op een mistbank. Morgen dan, een beetje een herhaling van zetten: 17 tot 20 graden wordt het met de zon erbij. Met ook een aantal buien, en die kunnen eigenlijk overal in het land voorkomen. De wind blijft noordelijk van richting. De dagen die volgen zien we voorzichtig de neerslagkans afnemen en de temperaturen weer wat verder oplopen. Zondag nog een enkele bui, maandag meest droog, net als dinsdag. En dinsdag wordt het op veel plaatsen 22 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.